Een hele goede morgen zonder zorgen. Wij zijn dus gisternacht in Bali aangekomen. We hebben totaal geen jetlag, omdat wij dus gisternacht zijn aangekomen en gelijk in slaap zijn gevallen. Toen zijn we vanochtend wel heel vroeg wakker geworden, rond 6 uur. Maar in principe voelen wij ons nu echt helemaal top, dus dat is echt heel erg fijn. Onze reis duurde natuurlijk wel mega lang. Het was in totaal volgens mij 17 uur. We moesten één keer overstappen in Singapore. En dat was het. Maar voor de rest was het echt een heel fijne vlucht. Ik heb allemaal films gekeken. Ik heb Maleficent gezien. En ik vond het echt leuk. Ik zou normaal gesproken echt nooit kijken. Maar ik vond het echt oprecht leuk. Het is een Disney film met Angelina Jolie in de hoofdrol. En ik vond het echt leuk. En ik heb ook nog de serie The Handmaid's Tale gekeken. En ik had echt niet verwacht dat ik het interessant zou vinden. Maar ik vond het echt zo interessant. Ik op een gegeven moment bij aflevering 6 was en ik had het niet eens gemerkt. Ik heb trouwens ook echt lekker gegeten. We hebben met KLM gevlogen, dus dat was ook echt top. En ja, een nieuwe dag. Ik heb het nog niet verteld, maar we beginnen dus in Canggu. We zijn nu dus in Canggu. En daarna gaan we naar Ubud. En daarna gaan we naar het zuiden richting Sanur en zo. Toen we hier gisternacht aankwamen was ik echt zo moe. Ik gelijk naar bed wou. Maar ik heb toen wel gelijk even een roomtour voor jullie gedaan. Want onze kamers zien er op vakantie echt nooit uit. Ze zijn echt binnen 10 minuten gewoon helemaal op de kop. Dus ik heb gelijk een roomtour voor jullie gedaan. En dat gaan jullie nu zien. Wij zijn net aangekomen bij Canggu. En dit is onze eerste verblijf. Het is echt zo mooi hier. Niet normaal. Ik vind het echt een heel schattig kamertje. En we hebben het ook lekker een drankje gekregen. Het is echt best wel laat. We zijn zo moe. Dus we hebben even alles heel snel gedaan. Zodat we gewoon gelijk naar bed gaan. Dit is onze badkamer. Het ziet er echt zo mooi uit. Eerlijk. Ja, ik had het echt niet verwacht. Het is nog mooier dan op de foto's. Het ziet er echt heel mooi uit. Hoe gaat het dit zo thuis voor ons? Ja, dit is onze bad. Ik weet niet of we hier gebruik van gaan maken. Wij zijn echt geen badmensen, maar het ziet er wel echt heel mooi uit. Badjas, hier is het een fun. Ja. Heb je de douche gezien? Top. Nee, ik heb nog geen douche gezien. Oh, lekker snackjes. Oh mijn god, dat is nog de douche. Ik had hem helemaal niet gezien. Dat is buiten, hè? Oh, het is zo'n buitendouche. Oh ja, overdag doe je het dan natuurlijk naar boven. En dan ga je hier. Oh, mooi man. Wij verblijven nu in het Planta Luxury Resort. Even voor de duidelijkheid. De eerste twee hotels of resorts zijn gesponsord van deze reis. En de laatste twee hebben wij gewoon zelf betaald. Dat vind ik altijd wel goed om het even te melden. Nassim ligt daar. We hebben hier vanochtend ontbeten op onze balkon. Dit is ons uitzicht. Lekker op het zwembad. Hier kunnen wij lekker zwemmen. Het ziet er echt heel cute uit. Het is een heel klein resort. Echt vriendelijk personeel hier. Het ontbijt was ook echt lekker. Gewoon lekker vers fruit, een eitje. Heerlijk. Ik ga jullie even mijn outfit showen. Dit is mijn outfit. Ik heb een jurkje aan van de Zara. Met van die strikjes aan de zijkant. Hij is echt heel erg fijn. En ik heb deze slippers hieronder. Mijn voeten zijn wel een beetje... Oh, shit. Ik heb deze slippers hieronder. Mijn voeten zijn wel opgezwollen zoals je ziet. Maar 2 jaar terug was ik hier ook in Bali. En toen waren mijn voeten veel erger dan nu. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Het valt echt mee voor mijn doen. Het was echt een heel fijne badkamer. We hebben gisteren gedoucht. We hebben een soort van buitendouche. En het is echt heel erg chill om daar te douchen. Het enige nadeel is alleen dat je echt gewoon heel veel geluiden hoort. Je hoort echt gewoon 20 geluiden tegelijkertijd. En je weet niet van welke dier het komt. Het klinkt ook allemaal super eng. Vooral in de nacht. Ik kon er soms echt niet van slapen. Ik was ook echt 1 keer wakker geworden. Toen dacht ik echt dat er een beest in onze kamer zat. Maar het is gewoon allemaal op het dak. Maar het is wel mega eng. De rest had ik in mijn vorige vlog verteld. Ik dus een tasje had gekocht bij Mango. Die op zo'n designer tas lijkt. Van Bottega Veneta of zo. Ik weet niet hoe goed of ik het goed uitspreek. Maar het is dus deze tas. En ik heb deze tas letterlijk gescoord voor 15 euro. En die ga ik gewoon lekker rocken op Bali. Ik vind het wel leuk met dit outfitje. En ik neem voor de zekerheid even dit strikje mee die ik van de H&M heb. Want het is hier echt zo warm. En ik vind het nu nog allemaal leuk uitzien. Maar dat ga ik niet volhouden hier. Dat weet ik wel zeker. We komen sowieso terug, toch? Ja. Nancy gaat foto's van me maken. We hebben net een paar foto's gemaakt en we hebben het nu al super warm. Ik vind mijn outfit ook echt totaal niet geschikt. Ik ga me omkleden en ik ga mijn haar vast doen. Nou jongens, doe weer geen moeite als je naar Bali komt voor outfits. Want
Het is gewoon niet te doen. Ik heb gewoon zo'n single aan. Zo'n singletje, hoe zeg je zo'n ding? Zo'n topje aan. En een kort broekje van de H&M. En ik heb mijn Birkenstocks aan, want die zijn veel fijner als je opgezwollen voeten hebt. Ik ga helemaal stil als je op achtergrond dus hoort. Is de kluis die afgaat, want hij heeft de verkeerde pincode gedaan. 20 keer of zo. En nu gaat hij af. Ik moet er meer werken op zelf. Ik heb mijn haar vast gedaan. En zo'n nieuwe haarelastiek erin gedaan. Is echt heel erg cute. Dus het is weer zover. We hebben een scooter gehuurd. Gewoon random aan de straat. Hallo. We gaan lekker met de scooter hier rondrijden. Veel beter. Wij zoeken eigenlijk een Django Beach Club. Ja. Volgens mij zijn we hier. Ik geef een vraag aan haar op de simcard. Ja. Jongens, we hebben een simkaart gehaald met MB's voor internet, zodat wij hier mag je niet overheen lopen. Zodat wij Google Maps kunnen gebruiken. En toen hebben we dus gegoogeld naar een leuk tentje in Changbu. We zijn dus uitgekomen op een tentje dat heet I Am Vegan Babe. Dus daar gaan we nu eten. Ik ben heel benieuwd, want ik zag echt heel mooie foto's hier. Dus heel goed eten. Kijk dan jongens. Ik wil gewoon zo'n kokosnoot, het ziet er zo leuk uit. Wij zijn nu dus bij een vegan tentje. Oh mijn god, ik ben helemaal rood. Ik ga stuk en ik ben ook helemaal bezweet door die helm net. We zijn bij een vegan tentje, het ziet er echt heel goed uit. En ze serveren ook heel erg lekkere dingen. Alleen voor mij is het best wel ongezond. Want je hebt bijvoorbeeld een chicken salad en die is gewoon... Ja, dat is gewoon eigenlijk neppe kip. Ik weet niet eens waar het van is gemaakt, maar het is zeg maar wel gefrituurd. Het is niet per se gezond. En ze hebben poke bowls met rijst en zo, maar niet alleen maar... Ja, niet echt gezonde dingetjes voor mij. En Nessie zag het ook niet echt zitten. Het is wel een lekkere ding, maar niet voor ons. Hè? Nee. Ze hebben gewoon een tonijnsalade, maar ik weet... Zullen we gewoon wat drinken dan? Ja, we gaan gewoon wat drinken en dan gaan we even straks een andere plekje zoeken. Ik kom niks uit, man. Mag ik jou nog proeven? Ja, het is wel echt water. Ja, bij mij ook. Ik vind het altijd heel mooie dingen, maar het is gewoon water. Kijk hoe lief. In die tong. Jongens, ik ga helemaal stuk. Dus wij googelen waar we willen eten. Wij hebben de navigatie aan. En het is gewoon letterlijk naast het andere tentje. We hebben letterlijk 3 seconden op de scooter. We gingen helemaal rijden van oké, waar is het? En opeens moesten we gewoon al stoppen. Oh. In ieder geval, we hebben een tentje ontdekt. Die heet de Shady Shack en die is halal. Dus ik denk dat er wel vlees of vis hier is. Daar heb ik wel zin in eigenlijk. Is goed? Veel te dikke hoofd hiervoor. Dus ik ga voor een shotje. Turmeric shot. En deze ziet er echt heel heftig uit qua kleur. Oh my god, moet ik maar 1 keer drinken? Nee, dat zou ik niet doen. Dat is wel heel veel. En? Guys, dit is mijn eten. En als je afvraagt wat ik heb besteld, ik heb dus een lasagne besteld met auberginebladeren en courgette. Lekker tomatensaus en volgens mij ook een beetje kaas. Ja, zie je dat niet? Het is aubergine. Dit is, I think, basilicum. I don't know. Oh, is dat gommels daarboven? Oh, lekker. Dit is mijn eten. Een sla. Ik ga sla eten. En Esme heeft een wrap met een omelet. Lekker. Niet op mijn bezweten hoofd, maar wij zijn dus bij een beachclub geëindigd. Dat de Lawn heet in Changbu. Het ziet echt wel cute uit, hè? Heel kleinschalig, maar wel echt cute gewoon. Even bril opgeruimd van Esme, want de zon is echt heel erg heftig. Maar als je een bedje hier wil, dan moet je €70 betalen. Maar die €70, dan kan je dus voor alles van bestellen voor het menu. Dus kun je zelf ook besteden. Ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd, maar... Oh, helle! Oh, 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 dat is zo warm, ik kan niet meer. Oh. Oh. De hele dag. We hebben zelfs een zonsondergang gehad. Super mooi. Wel een beetje luid muziek. Maar echt heerlijk gegeten,
gechilled. We hebben leuke mensen ontmoet. Ik heb lekker gekletst met anderen. En we gaan nu richting de kapper. Want net zo wil zijn haren knippen. Oké. Essie wil zijn haren knippen. En dat wilde hij opeens doen. Maar ik zei dat ik vind dat het een beetje te wild wordt. Dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Sorry jongens. En ik ben helemaal bezweet en rood en verbrand. En... oh, lekkere wenkbrauwmassage. Ik ving in mijn voorhoofd. Echt veel frisser dit. Is het witte? Ja. Wij zijn weer in het hotel. Oh, ik zie eruit, jongen. Wij zijn dus na de beachclub zijn wij dus op de scooter een beetje gaan rondrijden. Ik ga straks echt even douchen. Ik moet echt nog douchen. En toen zagen we dus best wel een leuke kapper. Het zag er best wel mooi uit om buiten te wonen. En ze wilde graag aan de kapper. Want ik had al de hele dag gezeurd over zijn haar. Dat het te lang was. Dat het niet meer uitzag. Ook met zwemmen. Het kwam echt gewoon letterlijk over zijn ogen heen. Dus ik vond, ja, ik vind het gewoon niet echt heel erg mooi lang haar bij een man. En toen zei hij van, nou ja, ik wil eigenlijk ook al best wel lang naar een kapper. Want met het gevecht wil ik eigenlijk gewoon kort haar hebben. En toen zijn we dus naar de kapper gegaan, maar die was net gesloten. En toen gingen we naar een andere kapper, die was ook gesloten. Dus ik zei, nou, laat maar zitten. Maar hij wou zo graag naar de kapper, had echt in zijn hoofd gehaald. Dat we uiteindelijk naar de derde kapper zijn gereden, een kwartier verder. En die heeft zijn haar gefixt en het ziet er echt veel en veel beter uit. Ik vind het echt veel netter staan. En daarna hebben we nog een massage gehad. Zijn we even verder gereden, ook in Canggu gewoon. En hebben we een lekkere massage gehad. Full body massage met aromatherapie. Echt heerlijk. Ik krijg wel echt heel erg sterk nu. Maar ik heb echt zin in deze vakantie. Ik vond het echt zo'n leuke dag vandaag. Ik was ook echt heel erg happy. 2 jaar terug was ik ook in Bali. En toen was ik natuurlijk wat zwaarder dan nu. En op het moment dat ik hier landde, het was echt zo warm toen. Was vandaag trouwens weer hetzelfde. Was ik echt zo erg opgezwollen. Echt mijn hele lichaam was opgezwollen. En mijn voeten waren echt gewoon heel erg ernstig opgezwollen. En daar was ik dit keer dus ook echt bang voor. Maar ja, ik ben natuurlijk nu 14 kilo lichter. En ik merk daar ook de voordelen van. Ook met bewegen en zo. Het gaat echt gewoon allemaal heel erg soepel. Ik kan gewoon lekker bewegen. En de vorige keer had ik dat gewoon niet. En mijn voeten waren zo opgezwollen. En dat heb ik nu ook echt totaal niet. Ja, ze zijn een beetje opgezwollen. Maar echt gewoon hartstikke normaal hoe iedere mens zeg maar opzwelt op vakantie. Dus dat maakt me echt een gelukkig mens. Voor de rest heb ik echt super gezond gegeten vandaag. Ook echt heel erg lekker. Dat maakt me ook echt happy. En morgen is onze laatste dag hier in dit resort. En dan gaan we eigenlijk door naar de volgende. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Want ik vind het echt een leuk resort. Maar ik heb eigenlijk wel zin in de volgende. Want die is gewoon veel mooier. Dat wist ik al. En dan kan ik jullie weer een rondleiding geven in ons nieuwe resort. Ik hoop dat jullie deze vlog vandaag leuk vinden. En ik ga nu heel snel douchen. Ik zie er niet uit. Ik plak helemaal. Mijn haar is kroezig. Ik ben vuurrood. Ik stink naar de massage. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doeg!